Ik ben Sjaak Noach. Ik ben de zoon van Sally Noach en Annie Noach. Van mijn vader is bekend dat hij dus in de oorlog, toen hij in Lyon in Vichy Frankrijk was, in de periode september 1940 tot september 1942, heeft hij daar door veel bluf en godspe en ook ja, gewoon zonder vrees mensen uit de gevangenis kunnen halen. Mensen uit de werkkampen die daar ingericht waren kunnen halen. Vals papier gegeven, voor onderdak gezocht, voor eten gezorgd. En ja, hoeveel is niet bekend. Vind ik persoonlijk niet zo belangrijk. Als je één leven redt, let je de wereld, is een bekend gezegde. Maar als ik kijk naar het aantal brieven wat ik heb van Engelandvaarders, dan zijn dat de tientallen. Die gewoon door hem uit de gevangenis zijn gehaald of verzorgd of whatever. En ik heb ja, en van gevluchte Nederlandse, maar ook Belgische en Duitse Joden. Ja, daar zijn aantallen van, daar wordt gesproken over minstens 600 op 2 dagen in augustus 1942. Mijn vader is geen man geweest die erg op strepen stond, lintjes en zo. Nou, dat hoefde hij niet, maar vond het natuurlijk wel leuk om geëerd te worden. En nu, met de film die we over zijn leven gemaakt hebben, die documentaire Forgotten Soldier, kwam het idee op om een park voor hem te stichten, bomen te planten en vrienden en bekenden en familie te vragen om daaraan mee te doen. En ja, dan heb je tenminste een tastbaar iets. Ik ken het hele bomenverhaal van het Joods Nationaal Fonds, ken ik natuurlijk al heel lang. Maar dan heb je het feit dat het in Haifa is, dat is dan tastbaarder, vind ik. Het is makkelijk te bezoeken. Dus wat vanaf het begin, en dat was dan wel het flexibele van de dames en heren van het Joods Nationaal Fonds om daarin mee te gaan, heb ik gezegd, nou, ik wil graag een certificaat hebben wat de naam van mijn vader draagt. Dat is ook uitvoerd, ziet er prachtig uit. Hè? Dus het Sally Noach Park en ook een tekst erop over hoe hij, wat zijn bijzondere daden waren. Kijk, wat we met het park willen bereiken, het is opgezet als een memorial, als een levend monument. Ik denk dat hij het fantastisch vindt. Ja, ik weet zeker dat hij het prachtig zou vinden, ja.